Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Ik ben Jeffrey in Tveen. Samen met mijn broertje, mijn zusje en mijn vader hebben wij dit bedrijf. Al denk ik naar mijn vaders bedrijf gestart. Wat is het? 1985. Ja, nu is het alweer, moet ik weer rekenen, joh. 36 jaar geleden. Nee, 37 hè? Nee, 37 jaar geleden. Nou, ik ben zelf 37, dus ja, toen is eigenlijk ongeveer het bedrijf gestart. We zitten nu sinds 2016, zitten wij, of 2006 in de Europort. Nou, toen ben ik eigenlijk ook in het bedrijf gekomen. Als 22-jarige. Eigenlijk onderaan begonnen. Eerst als wasjonger daarvoor. Daarna administratief planner. En uiteindelijk doorgegroeid met transport. Nou, toen we hier begonnen hadden we ongeveer 25 auto's. Nou, nu 16 jaar later zijn we in de Europort, zitten we ongeveer op een 105 auto's. Hetzelfde aantal chauffeurs. Daarnaast hebben we ook nog allerlei andere activiteiten zijn we begonnen naast het transport. Dus we hebben ook een reiniging. Opslag van tankcontainers. Opwarmen. En eigenlijk, ja, als een klant een probleem of een oplossing zoekt, dan bieden wij die eigenlijk aan of zorgen wij voor die oplossing. Samen met onze mensen. Dus ik denk dat eigenlijk ook gezorgd heeft dat wij zo hard gegroeid zijn. Ja, nu telt ons bedrijf ongeveer 300 man. Dus ja, alles wat we proberen te doen, dat pakken we beet. We zijn ook sinds kort een spuiterij hebben we overgenomen en het opbouwen van vrachtwagens zijn we erbij gaan doen. Met name eigenlijk om zelf de kennis en de kunde in ons bedrijf te hebben, waardoor we continuïteit in de toekomst kunnen waarborgen. En uiteindelijk ook onze uitstraling die wij graag willen laten zien kunnen blijven behouden. Dat is uiteindelijk toch het visitekaartje wat we willen hebben. Van origine zijn wij chemietransporteur geweest. Dus wij transporteren eigenlijk vloeistoffen in chemie. Gevaarlijke stoffen. Eigenlijk hadden wij een hele grote klant die deed eigenlijk zeg maar waterbehandelingsmiddelen voor waterzuiveringen en waterstofperoxide. Nou, toen zijn we eigenlijk zeg maar in de Europort gekomen en dan zijn we eigenlijk ook in aanraking gekomen met tankcontainers. Onder andere door het verwarmen en het reinigen van de tanks. En zo is eigenlijk onze productenpalet veel breder geworden. Dus ja, we doen eigenlijk van sinaasappelsap, bier, tot aan chemie, tot aan uiteindelijk de gevaarlijkste producten die we kunnen doen. Ja, daar doen wij eigenlijk alles mee. We doen ze opslaan, we doen ze reinigen. We doen ze transporteren, eigenlijk alles wat de klant wil, dat kunnen wij dan aanbieden. Ja, dat proberen we dan eigenlijk op de goedste, snelste en beste manier te doen. En ik denk dat uiteindelijk voor gezorgd heeft, zoals we nu bezig zijn. Excel en ja, een beetje lampjes erop gebouwd, de zonnige heb je. Dus prima naar mijn zin zo. Toch? Ik heb een gewone geloof getrokken. Eigenlijk bijna dezelfde lampjes als dan. Alleen ik heb dan nog uitlaten erop laten zetten, achterbumper, interieur laten veranderen. Dus ja. Meestal Duitsland laden voor België of Nederland en dan van maandagmorgen tot vrijdagavond. Ja. Ja, ik doe overzakelijk bevoorraad ik een fabriek in Veendam. En dat doe ik ook van maandag tot en met vrijdags. En dat bevalt me zeer prima. Ja. Walking slowly in the mountains underneath the constellations, yeah. Dus elke zaterdag loop ik eigenlijk altijd rond. En op het eind van de dag, als iedereen weg is, dan is het altijd nog even het laatste rondje maken en kijken. Ja, dat is gewoon genieten. Ja, zeker als je het dan op de weg ziet, dan is het hartstikke leuk. En zeker met de jongens. Nou, we zijn
voor deze dag zijn we natuurlijk ook al bezig geweest. Dus er zit een heel traject daarvoor. Met gisteravond toch nog een lekkere barbecue wat drinken. Hartstikke gezellig en dat maakt het uiteindelijk leuk. Passie, gezellig met elkaar. En dat maakt eigenlijk dit werk leuk. Ik zit 20 jaar bij deze met de firma. Ben ik er 22 jaar bij. We doen allebei verschillend werk ook hier. Dus ik draai 9 van 10 keer bij ons in tankspelers door heel Europa. En René rijdt aan lijndienst op Doornmaag en Veendam. Hier mag in principe alles wat je hartje begeert. Dus, beter kan je niet hebben als chauffeur zijn. Nee. In the dark of the night, with the stars on the heavens up above, got me below, as I head to you, let the river flows, walking slowly in the mountains underneath the constellations, yeah. Zeer tevreden. Ja, beter kan het gewoon niet. Maar ik zou niet weten waar ik beter kan krijgen. With words unspoken, my